Dag kijker. Gisteren was het 27 maart 2024 en er vond een hoger beroep plaats aan het gerechtshof in Amsterdam, IJdelhok 20, over de massa-arrestatie van zondag 21 maart 2021. Dat was coronatijd. Dat was op het Museumplein. Toen meer dan 300 mensen werden aangehouden omdat ze zich niet hielden aan het noodbevel. Daar ging die rechtszaak over. 'S Ochtends waren de verdachten met een advocaat en om 1400 uur de verdachten zonder advocaat. En dat waren een stuk of 12. Een aantal mochten niet meedoen, want die hadden dus te laat hun hoger beroep ingesteld. Maar die werden dus wel uitgenodigd om langs te komen. En toen was het eentje, die kwam echt gewoon helemaal uit Groningen gereden daarvoor. Eigenlijk voor Jan de Doel. Maar zo werkt dat. En dan was het een regiezitting, dus er werd vooral vorm bepaald. Dus iedereen mocht wat zeggen over wat hij dan wilde inbrengen. Of wat hij onderzocht wil hebben. En dat had niet allemaal al een opperbest niveau. Dus, en dat was wel een punt. Ik had zelf nog even verzocht om het dossier, want het schijnt zo'n 80 pagina's te beslaan. En alle advocaten hebben het wel gehad. Ik had slechts de uitnodiging, de dagvaarding zoals dat heet. En ik wilde natuurlijk ook weten wat het OM in haar dossier heeft. Nou, dat kon ik dan inzien volgens de voorzitter van de rechtbank, want er zaten drie rechters. Inzien kon ik dat dan, maar daar moest ik dan contact over opnemen na 10 april, want dan zou er weer een ei gelegd worden, ik weet ook niet wat. Nou, daarop kwam een andere raadsheer, dus een andere rechter, en die zei van nou, dat het waarschijnlijk tegen een vergoeding wel mogelijk was om een kopieën te krijgen. Nou, dat is mooi. Maar er kwam nog een wending. Helemaal op het einde. Helemaal op het einde, na een korte pauze weer, kwam de rechtbank terug en legde eigenlijk op bij een hele groep verdachten, noemden ze allemaal op. Ik weet niet of die er één heeft overgeslagen, want er was er eentje die wist wel het een en het ander van recht. Die was ook vrij bij de hand. En ik wist niet welke kant dit op zou gaan, maar kennelijk had hij daar ervaring mee. Het was een soort hobby voor hem, dus daar is veel tijd in gaan zitten. En dat maakte hem ook, dat gaf hem veel zelfvertrouwen. Waar het op neerkomt is dat die verdachten die genoemd werden uiteindelijk de opdracht kregen om het proces voor te zetten met een advocaat. Want zo zei hij, anders zou het te gecompliceerd zijn. Ja, wat ik een paar keer heb gehoord, ook van andere aanwezigen, is dat hij nogal veel herhaalde dat het recht een vak is. Ja, dank je de koekoek. Ze spreken een soort geheimtaal. En deze rechter wilde vooral de nadruk op die geheimtaal leggen. En niet zozeer in zaken waarvoor je eigenlijk niet zoveel juridische kennis nodig hebt. Dus het is de vraag of dat noodbevel wel rechtmatig is. Of dat wel terecht was. Of het niet gewoon een smoes was. Hoe dan ook, ik moest een rechter zoeken, net als al die anderen. En er zou nog contact opgenomen worden, want hij zou contact opnemen met een club. Ik weet even niet meer hoe die ook weer heet, maar als ik het noemde, zeg je, oh ja, die. Wat ze doen, dat is twee. Mijn bezwaar, en dat heb ik toen geuit, is van, nou, ik heb niet zoveel vertrouwen in een advocaat. En daarom heb ik er ook niet eens in genomen, al zou ik hem krijgen. Wat? Te beginnen, een advocaat die dient het belang van zijn cliënt, officieel, maar ook zijn eigen belang. Dus hij kan het in zo'n rechtbank voor zo'n rechter niet te bom maken. Als hij vaak rechters vraagt, dan worden ze daar heel, heel naar van. En hij moet langer mee. Dus
advocaten laten niet het achterste van hun tong zien en bijten niet door wanneer jij als cliënt maar net wel wilt dat ze doorbijten. Dat is logisch, dat is menselijk. Zo werkt het systeem en daarom wil ik er geen gebruik van maken. Maar het moest. Dus toen heb ik hem nog gevraagd van kunt u dat nou motiveren waarom u dat wilt? Dan gaat het u nou om bescherming van de rechtsgang of bescherming van mij als verdachte? Nou, volgens hem allebei. En toen zei hij, wacht even. Ik hecht aan eigen verantwoordelijkheid. Want dat hoort ook bij vrijheid. En ik wil niet als onbekwaam en onvermogend deelnemen aan zo'n rechtszaak. Nou ja, ik moest het er toch mee doen, zei hij. Dan ben ik wel blij dat Rico Brouwer van Podcaars ook in de rechtszaal zat en opnames heeft gemaakt. Dus dat, as we speak, is het nog niet online. Maar dat komt. En dan kun je het voor jezelf ook horen. Dit is het. Kort verslag. Als je vindt dat er nog veel rechtsstaat over is. Nou mooi. Blijf bij dat gevoel. Maar voor mij ziet het er heel, heel droevig uit. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Maar het zal snel genoeg duidelijk zijn.